kastelen, dat is altijd mooi. Zeker die in Brabant. Dat moet dan Ingeborg zijn. Hoi Henrik, welkom op Tongelaar. Ja, bijzondere plek. Ja, mooi hè. Ja. Een van de belangrijkste bewoners van Tongelaar is Floris de Vijfde geweest. Die heeft hier in 1400 zoveel heeft hij hier geleefd en vooral zijn soldaten ingekwartierd gehad. Want die was natuurlijk altijd op rooftocht overal door heel het land. En deze toren die is dus van iets latere periode? Ja, toren is 15e eeuw. Ja.